Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video van mij. Eerst wil ik al mijn excuses aanbieden voor dat het zo geleden is dat ik een video heb geplaatst. Ik denk al 2 weken ondertussen. Sorry, het is echt super druk. Ik werk nu ook en het is echt heel druk daarmee. Ik heb ook echt nog geen tijd gehad om een video op te nemen. Dus zien, is het hier ook een andere locatie zoals anders. Sorry voor mijn rare stem, maar ik ben een beetje verkouden daarom. Ik weet niet of je dat hoort, maar ja. Ik zit in een andere locatie. Ik ben namelijk bij mijn vriend thuis en ik ben in zijn kamer dus aan het opnemen terwijl hij aan het studeren is. Nu heb ik eens eindelijk een beetje tijd. Dus vandaag gaan we iets superleuks doen. Ik vind het ook echt superleuk. Namelijk, we gaan iets spiritueels doen. Ik ben nogal redelijk into zo tarotkaarten en zo van die kaartjes. En op YouTube zoek ik altijd zo van die video's op, zo tarotkaartlezing, dinges. En dan, moet je zo altijd zo'n kaartje kiezen en dan vertelt dat zoiets over u. Ik weet niet.
we dus nu hier doen. Dus jullie, jij mocht, ja, je zit altijd wel met zoiets bepaald, van bepaalde vragen, van bepaald, ja, een bepaalde vraag, waar dat je toch echt geen antwoord op zou willen, maar ja, dat dus eigenlijk niet kan, of dat je nog niet weet, omdat het nog niet gebeurd is, dat vind ik veel. Dus de vraag die bij u het hardste in uw hoofd spookt, dat wil ik dat je dat nu wel
plaats nummer 1. Als je nog niet klaar bent, zet het gerust even op pauze of zo. Maakt het niet uit. Maar dan gaan we beginnen met kaart nummer 1. Dit is kaart nummer 1. Spannend. Het antwoord op de vraag. Luister naar je intuïtie. Luister naar je intuïtie. Jezelf, als jij iets had van.
Positiviteit.